The Zone. Het geldt eigenlijk een beetje voor de twee, maar inderdaad, voor club in een thuiswedstrijd, dan moet dat één omwille van de stand. Wat je... Ja, Jude Gla in de spits, daar is toch ook wel belangrijk om te kijken of hij de vorm kan opkrikken. In invalbeurten was dat niet het geval tot hiertoe. Nu gaat het lopen, maar dat is dan niet gebleken in die wedstrijd tegen Glimt. We gaan zien of dat misschien wel het geval is dan in de Jupiler Pro League. En of daar doelpunten kunnen gemaakt worden. Vier keer al, kan je nagaan in... Ja, dat was schouder tegen schouder. Oh, Romero met de Foskeu. Foussaini neemt over en Mignolet er nog net bij. Opgeruimd door Romero. Ja, zo krijgen we ineens na een mistasten van Romero. Yashari. Vastgezet door Sadiki van Aken. Komt er mooi uit. Dat is wel goed gevoetbald. Met een goede bal van Solis voor Yashari. Daar is Kouras. En nee, oh! Oh, oh, wat een misser. Hoe kan hij nu zijn voet daar niet? Skouras met een bal voor Solis. Naar binnen, rechter zoeken en afdrukken. Maar McAllister wist welk vlees hij in de kuip had. Wilde rechtdoor het Solis. Naar de korte hoek. Goed verdedigd door McAllister. Dat is ook goed zich doorgezet van de kuip. Sijs. Jude Gla nog één sprintje voor de rust eraan komt. Duel met Burgess. Voetballer kan met Solis. Vrijkappen. Voorzetten. Van Aken misschien. Van Aken. Jawel. Muris moet hem nog redden. Een uitstekend moment. Op de buzzer nog. Hans van Aken, een goede parade van de captain van Union. Een stuk of twee, drie van die heel goede aanvallen heeft de Brugge wel gehad. Aken de Jude Gla opnieuw. Yashari met de Kuiper. Tempo erin houden is belangrijk. Geen kwaaie bal voor Van Aken, maar Niang doet zijn werk. Ja, toch half goed. Maurice moet eraf blijven. Jude Gla de voorzet. Wegkoppen. Hij hoort Burgess. En nog eens McAllister op de lijn. Nee, die bal van... Van Houten. Castromontes. Dat is mooi gedaan van Ivanovic. Oh la la, dat is een pracht van een doelpunt. Een beauty is het. Wat een klasseflits. De manier waarop hij die bal meeneemt en afwerkt. Sint-Truiden, niet op Antwerp, niet op Standaard. Kobalt Solis. Nee, het was Jude Gla, denk ik. Nee. Goeie voorzet, goede bal. Geen hoek uit kunnen kiezen, rechter op Maurice uiteindelijk. Geen overtreding op Rodriguez. En dan wil het publiek dat het sneller gaat. En is het kijken of Skovolsen nog iets uit zijn hoed tovert. Om Club Brugge te vrijwaren. Te behoeden voor nog een nederlaag. In 13 officiële wedstrijden zou dat toch al de zesde zijn. Ook opgeteld Van Aken niet. Geen de Kuiper meer. Het is Yashari die dat nu gaat doen. Dat is ook een goeie. Mechelen komt er binnen. Ja, Brandon Mechelen. Voor de gelijkmaker. Uitstekend aangesneden. En Mechelen doet het toch alweer. Dat is zijn tweede competitiedoelpunt. En op 9 minuten van het einde komt Club Brugge langs zij. 1-1. Ja, als je het voetballen niet voor elkaar krijgt, is er altijd nog de standaard situatie. En dan is er een eerste vereiste dat hij goed gegeven moet zijn. En dat was die bal van Yashari zeker. Hard, mooie curve. Rodriguez. Kan lopen. En meegeven over Ivanovic. En redding van Mignolet. Is nodig. Of daar was het weer prijs. Ivanovic deze keer er niet voorbij. Mignolet toch weer met een save die nodig is. Een bal die afweek en daardoor panklaar gelegd werd. Voor Ivanovic vrije trap nu voor Riep Hens. Rodriguez niet. Mechelen. Dat is met gevoel meegegeven met Van Aken. Jagende Lazare. Terje. Een schot nog en een redding van Mignolet opnieuw. En één die nodig was. Skouras er niet bij.
Machida die opruimt. En daar inderdaad het laatste fluitsignaal. Pocognoli toch met applaus. Een punt op bezoek bij Club Brugge is niet slecht. Maar hij zal toch ook wel treuren om 2.